mensen, welkom. We zijn hier met Hey mensen. Ja, welkom. Vandaag landen we waarschijnlijk ergens anders dan vorige week. De vorige keer bij... Ja, je wilde meer pesten, hè? Ik wilde Missie Mark zeggen. Je wilde meer pesten. Ja, we hebben dat hoor je. Maar hey, heb ik het gezegd? Nee, dat niet. Nee, je hield je heel Soms moet je iets gewoon inslikken. En ja, verder dus je bek houden. Hey, wat doet dit lang, joh? Wat is dit? Heeft niemand Annie... Annie vergeten. Van Claimhuizen. Nee. Mensen, vinden jullie nou podcast leuk? Ja, ik kan me niet voorstellen. Maar als je toch leuk vindt, doe dan een duimpje omhoog. Ga eens altijd die vreselijke pack openings. Die kleuren klote pack openings. En dan kun je dit niet eens waarderen. Nou, dat is al waar. Gaat iemand die band nog claimen? Of, zelfs onze cam is slecht, dat is echt jammer. Dat is ook terug. Ja, wat denkt hij nou? Oude man. Schoot die PC, schoot die. Ja. Hij tegen. Ja, dat klote zooi. Sorry, waarom nog geen Annie? Ze hebben ook geen Annie, of wel? Nee, denk het niet, nee. Vroeger was het echt OP, weet je nog? 2 jaar geleden. Ik vraag me af, als jullie afvragen, waar is iedereen? Ja, Rob, die wilde wel een Raoul's opname, maar niet in die van mij. Terecht. Maatje voor het leven, ik ga jou geen puntjes geven. Zoiets zei hij nog, maar ik weet ook niet waar dat op sloeg. Echt? Oh, dat heb ik gemist, dat stuk. Maar als hij dat gezegd heeft, dan zwaait er wat. Maar, en dan hebben we nog Matthijs. Oh, yes. Matthijs heeft gewoon helemaal niks te zeggen of hij erbij is of niet, toch? Of ben ik nog gek? Wie? Ik trap er nog in. Ik dacht, dat gaat er niet echt. Je hebt minimaal een betoog van een halve seconde gehouden. Toen trapt hij er helemaal nog in. Oh, boom. Nee. Boom. Oh! What the fuck is dit? Genereux, je ziet inmiddels 50 of zo. Genereux, dat is toch een SOA? Het groene reu. Oh. Hij is echt kaal, deze gozer. Holy tering. Wat een god. Weet je wie gewoon een reu had? We gingen dus de Vision Rivals openen met mij. Bye, have a great time. Wat is dit nou weer? Ja, gewonnen, yes! We gingen dus die Division Rivals packs openen. En toen heeft iemand, en ik ga geen naam noemen, anders wordt hij boos. Maar anders kan ik het niet vertellen. Toen zei iemand, het ging het over 4. En daarvoor ging het over Dus David Games. En toen hadden we iemand, zei hij, 4. Evenveel views als dus David Games nu heeft. En het was iemand die zelf ook niet altijd veel views haalt. En toen kreeg ik 5 minuten voor 4 de dag erna een appje. Ik neem aan dat dat stukje over dus David Games met 4 wel uitgehaald wordt. Mogen je zelf raden wie het is? Oké. Ik denk persoonlijk, Mark. Mag ik ook nog wat zeggen? Dat wil ik ook zeggen. Matthijs zegt nooit wat. Ja, dat vind ik een goeie. Ja, oké. Jij hebt het zelf niet gezegd, denk ik, Koen. Rob haalt gewoon steady 35.000 views. Milo, ja... Die zegt dat niet, dus ik blijf dan toch bij Mark. Ga mee met Roel. Ja, ik ga niet zeggen wat waar is, want dat mag natuurlijk niet. Oké, nee, dat klopt. Oh, maar zeg even, dan knip het eruit! Nee, laat het erin! Knip het erin! Knip het erin! Ja, ik mag natuurlijk niet zeggen wie het was, maar het was... Gaan we nog zoeken of niet, Pipo? Ja, oh, zit er allemaal in. Hier, zoek een wedstrijd. Ja, gewoon. Oké! Okay. Max Verstappen heeft iemand geduwd. Roel, als niet Formule 1 fan, net zoals ik... Ja. Wat vind jij nou van dat die Max Verstappen die gast duwt? Na de wedstrijd. Ja? Ja. Je moet toch gewoon lekker met je poten of niemand anders ja, opblijven. Ja, ik ook. Dat vind ik nou... Kijk, weet je wat het is? Matty stuurde na een filmpje van... En waarschijnlijk krijg ik nu allemaal haat van Formule 1. Ja, die gozer die sloeg van de Piquet. Maar Matty stuurde een filmpje van iemand die werd ook aangetikt. En die stapt uit zijn auto. Welk poppetje ben ik? 30 jaar geleden. Welk poppetje? Weet ik. Oh, ik ben trouwens Annie. Ja. Maar toen had ik toch nog op WhatsApp gezegd van... Ja, lekker op een helm slaan. Dat is een nieuw meta. Maar dat bedoel ik niet. Maar dat is van... Dan stap je uit, weet je. En dan zit die frustratie nog in je. Max heeft eerst de race uitgereden. Toen is hij nog rustig uitgestapt, naar zijn box toe gelopen en ging hem toen duwen. Waar gaat het over? Jongen. Kijk. Maar het is Max Verstappen, dus ja, dan is het goed natuurlijk. Ik heb ook gehoord dat Max wel eens Weekend League speelt en dan gooit hij ook gewoon eens af en toe een controletje erin. Ja, hij duwt hem. Hij duwt de controle door de muur. Heel sterk. Ik was gisteren naar de film Welcome Home. Leuke film. Maar zeker niet beter. Nou ja, misschien even goed. Dan Winnie de Pooh. Nee, Winnie de Pooh van Mario. Ja, Winnie de Pooh. Nee, echt fantastische film. Hé, lief man. Leuk man. Winnie de Pooh gewoon, man. Lekker man. Echt leuk film. Maar Bad Times at the El Royale. Kut. Nee, leuk. Leuk. Mad Times. Bad Times. Meta. Bedtijd. God gloeiende, ze spelen slecht. Hey, maar ben je er al heen geweest? Nee, ik ben er nog niet heen geweest. Ga eens, jongen. Ga je ook in de film, Roel? Ik ga de laatste tijd, zo'n wijf heb dat dan bij hoort of zo. dan ga ik best wel vaak. Ik heb zo'n Pathé Unlimited pas nu. Die moet ik ook hebben, eigenlijk. Huh? Maar je vreet zoveel popcorn daar. Je zit gewoon echt zout te lepelen. Oh. Ja, Bad Times at the El Royale is dit. En dit is ook zeg maar, zo'n medium bak is te weinig met z'n tweeën. Ja, zo'n grote maar niet. Large, maar large, jongen, dat is echt zo tering veel, ouwe. Weet je wat ik wel eens gedaan heb? Dan krijg je zo'n combi deal, dan kon je de M&M's in flikkeren. Dat schijnt dan lekker te zijn.
Dan zit je ook nog M&M's te vereten daarnaast. Nou. Doe je M&M's in je bak met popcorn? Ja, in die popcorn? Bak met popcorn. Ja, dat is schijnt een... Ja. In Amerika is het heel normaal. In Amerika is het normaal, maar dan vreten ze wel alles. Ja, maar daar is pizza ook gezond, dus. Ja, relatief gezien. Maar, gezond is sowieso een relatief begrip, hè. Tomatendressing. Maar ik moet zeggen, daar heb je zoet en zout. Dat kan toch niet lekker zijn? Jawel, joh, gast. Denk eens aan speculaas, ook zoet en zout. Nee, als ze verschillende popcorn, als ze zoete en zoute popcorn door elkaar flikkeren, ja, is ook zo smerig. Dat hebben ze ook daarbij. Ja, zeg maar, apart is wel lekker, maar dan niet als je het samen eet. Dan pak je toch omste beurt. Rood. Ik vond dit een frustratietackle. Wat zijn die kleuren? Dat was een rap. Dat was je Matthijs de diss-track uitgelekt. Dit was een rap. Mattie, wat heb je genoemd? Nee, Mattie, waar ben jij aan begonnen? Dat zei je toch? Nee, Mattie, je hebt hem een diss-track genoemd. Nu ben je verdoemd. Wat jammer. Is dat nou zo? Is iets met een keuze gelaten? Dat was mijn andere. Dat Milo. Was die maar nooit uitgekomen. Nee joh, die was hartstikke goud, man. Boom! Oh. Big meme. Perfect timing, kleine sus. Lekker. Hey joh. Sus naar alle haters, dank u. Yes, oh, de maatjes, heerlijk. Maatje. Heerlijk, ja, uitstekende voorzet, zeg. Eigen goal. Van mij, jongen. Goed, jongen. Trots op jou. Ik heb ook al 10 poppetjes, dus het is in principe niet heel moeilijk dat hij van mij komt. MLG Tommy. Poei. Kijk je Boershoekvrouw? Nee. Kijk je Sesamstraat? Nee. Oké, okay. Even kut. Maar bij Boershoekvrouw zit er zo'n gast, die is echt 60, maar het is echt een teringmogol. Marnix heet hij. Ben je nou de dochter autist, of zoon van Marnix? Ah, het is van, iedere keer als er een gevoelig gesprek komt, dan is hij aan het praten en zegt hij van, ja, maar hoe voel je nou over me? En dan zegt hij van, ja, koffie? Iedere keer. What the fuck. Maar hij zegt het ook iedere keer als er iets gebeurt, zegt hij, nou, gewoon 2 keer in 1 aflevering, poeh, zoals Tommy zou zeggen. Nee. Ja. Zoals Tommy zou zeggen? Ja, zegt hij dan! Nee! Zoals Tommy zou zeggen, ja. Oh, welke aflevering is dat? Dat ga ik als meme gebruiken. Ja, voor mij de vorige aflevering 9 zet hij dit. Poeh, zou Tommy zeggen. Aflevering 8 ook, 2 keer aflevering. Je had ook de nummers uit je hoofd zelfs. Ja, de laatste aflevering, want toen zei hij, daarom zit zo vers in mijn geheugen. Poeh, zou Tommy zeggen. Gast, iemand van 60 die seasons te kijken. Ik ben zijn ook kinderachtig, vooral ik. Hij is 50 denk ik, 50. Ja. Nou ja, volgende week is hij 40 zeker. Jongen. Hij zegt het dan ook met die vrouwen erbij. Hij zegt de eerste keer poeh, zoals Tommy zou zeggen. En ze allemaal dan heel lachen. Poeh, zou Tommy zeggen. En de keer daarna zegt hij weer poeh, zoals Tommy zou zeggen. Ja, dan weet ik van, ja. Poeh, zou Tommy zeggen. Oeh, goed dat je niet scoort. Die keeper staat zijn mannetje wel, hoor. Te laat getimed. Als je te laat timed, dan is het gewoon een schot zonder timing, toch of niet? Ja. Nee, want dan kan hij... Dan heeft hij de bal al geraakt, maar dan kan hij nog even... Ja, maar je kent... Nee, denk effect. Jij. Je kent Blazen. FIFA toch? Nee, ja. FIFA, gast, letterlijk. Ik heb squad battles gedaan en ja, ik ben letterlijk. Achter de dynamiek van FIFA geweest. Letterlijk, hoe beter je hem timed, hoe minder kans dat de keeper hem pakt, is ook gewoon aanwezig. Dan kan het schot nog wel hetzelfde zijn, maar dan heeft de keeper gewoon meer of minder moeite. Zo werkt het gewoon. Het is gewoon een simulatiespel. Letterlijk, OSM was realistischer. Wat, als je hem timed, wat? Nee, jij zegt dat als je timed op FIFA, dan heeft je speler ook minder kans om tegen te houden. Je keeper. Heeft je keeper of minder kans tegen? Nee, maar bijvoorbeeld, Roel, jij speelt toch op squad battles wel eens? Laat maar zeggen, ja. Als je hetzelfde schot doet, maar op een niveau hoger, dan pakt de keeper hem wel of niet. Maar, ja, klopt. Maar ook... Ook als je hem timed beter, dan pakt hij hem soms gewoon niet. Dat kan toch ook op online, of zou dat niet zijn? Ja, maar je schiet er ook harder en beter in de hoek. Hoe FIFA het uitlegt is dat als je hem timed, dat dan de shot error minder is. Oké, maar dan de error. De error ligt ook aan de keeper. Error, kortsluiting. What the fuck? Roel, wat ben je slecht? Ik speel niet, Annie. Ik doe niks met mijn poppetjes. Dat is ook niet echt OP als je vanaf 26 meter... Nou, ik bedoel 26 inch. Ja, maar je moet hier gewoon al lang instappen. En niet verkeerd. Ik stap nooit in. Ja, weet ik, maar dit is pro-clubs. Ja, maar jongens, doe even niet zo gemeen. Als Johnson... Wat? Oh jee. Nu door! Nu! Perfect timing, jongen. Ja, ik moet even van een hardschot gaan. Hè? Huh? Wat? Niet zo hard. Was? Met haar. Poeh, zou Tommy zo zeggen. Hé, jongens. Poeh, zou Tommy zeggen. Waar stemmen jullie op de komende verkiezingen? Ik ben nu een zwevende kiezer. Waarom? Kijk, ik weet gewoon niet wat ik moet stemmen. Stem gewoon VVD, dat is gewoon het beste. Nee, ik vind VVD nu echt zo'n mongole partij. Oh. Ik ga op Rob Jetten stemmen. Tramp! Oh mijn god, man, Roel! Ik ga lieven, ik wil niet met jullie omgaan. Ah, oh, Tramp dan, jongen. Ik doe verdedigend zo mijn best. Verkeerd getimed. Ah, goeie corner. Oh. Oh. Dat was het Klaasie-goaltje tegen Peck. Twee van de kiezer. Ik wil even maar de verkiezingen zijn over 2 jaar pas weer. 3 jaar. Ja, maar je kan mij nooit op tijd voorbereiden. Maar waarom zou je niet op VVD stemmen? Ja, vind Kort ik een beetje links. Naar de laatste tijd. Ja, maar waarom dan? Nou ja, had je al die dingen gezien nu ook... Ja, kijk, het wel zondag met Lubach, want die is vrij links, dus die best altijd VVD. Maar wat had ik gezien? Ja, maar die best eigenlijk alles. Maar Roel, wat had ik gezien? Met de kilometerheffing. Oh mijn god, het is echt omdat het zondag met Lubach is echt. Oh mijn god. Oké, en nu
een punt wat niet in, in Zondag met Lucas zat? Dat met Rutte, met die... Dividendbelasting. Dividendbelasting. Oh, ja, dan stem je toch op Klaas Dijkhoff? Alleen dat zat ook bij... ja, maar dat zat er al later in. Dat oh, ja. Okay. Stond, en nu nog een punt... Dat was zelfs in Missie Mark aflevering 12 werd dat behandeld. En nu nog een punt... Ja, het 7 onderwerpen behandeld, had ik gehoord. Ja, Rutte die schijnt een relatie hebben gehad met Erik Mouthaan. Ja, maar dat is geil. En met Wouter Druif, of weet ik weer? Nee, Blauwe Druif, hoe heet die? Joost Woutertje. Blauw. Sjors Blauw? Sjors Blauw. Nee, ik ben Blauw. Oh, goed dit. Ik ben Sjors. Kom jongens, we gaan nog winnen. Kom op, ik voel het. Ik kom eroverheen. Heerlijk. Dat zei Sjors Blauw ook tegen Mark Rutte. Lekker boys. Kom op. Dat is niet leuk, want Sjors Blauw is een hele aardige man. Dat is de man. Ja, maar ik dacht een jongetje van 16 of zo. Weet ik veel. Ja. Nee, dat was gewoon, dit is een professionele commentator van Fox Sports. Ik ben Blauw. Nee! Anders schuld van Shores. Timed Shores. Poehé, zoals Tommy dat dan zou zeggen. Poehé, zou Tommy zeggen. Nee, je weet dat ik het nu al gebruik in deze video. Nee. Ja, jammer. Dus je bent te laat. Poehé, zou Tommy zeggen. Matt, waarom heb jij niet een video gemaakt met Bas Dost, nu die fucking goed is? Ja, die heb ik wel gemaakt, maar... Fucking goed? Ja. Dat is helemaal niet meer goed. Hij is best wel goed. Echt? Hij had nu 90 pace, 91 dribbelen. Oh, zijn screen. Ja. Ja, ik heb hem liggen, ik ga hem wel maken nog. Ik moet alleen maar te editen. Ik zou nooit meer een video maken met iemand die een landverhaal heeft. Nee, maar jij moet het teren op, laat maar zeggen, hypes in FIFA, weet je wel. Ik heb gewoon die, weet je, ik kan FIFA 13 uploaden. Nee. Beweeg de keeper. Nu lijkt het op keeper glitch, dat is niet waar. Oh ja, wacht. Lachen. Poehé. Oh, ik was aan het verdedigen trouwens. Ik wil de echte keeper glitch doen. Ja, goed. Oh, bijna een swagback. Wil je swagback? Oh, nee. Jezus, Mat. Wat ben jij slecht. Knip het uit de video van die poe, hey, of ik blijf zo doorgaan. Geel. Het is mijn meme. Poe. Ik zweer het je, Boer zoekt vrouw is tering leuk, gast. Ja, nee, snap. Boer zoekt vrouw is één van de redenen waarom ik nooit op Yvonne Jaspers zou stemmen. Oh ja, omdat ben je natuurlijk bij Boer zoekt vrouw is en ja, bij een verzin is behandeld. Bij zonder met Lucas. Nee, ik ga op Rob Jette stemmen, nee. Ja, ik ga ook op Rob Jette stemmen. Gaat hij nou rood? Ja, hij te gaan. What the fuck? Niet. Ik zag waar wij net geel voor kregen. Kom, we kunnen het winnen, kom op. Nou, dit is echt... Knip het uit de video. Oh, knip het uit de video. Okay. Knip het uit de video. Oké, knip het eruit. Oké, bewijs maar. Ja, ik knip het eruit. Geef dan voor, jongen! Doe nou rustig, joh. Oh, ja. Ja, lacht dit aan mij? Ja, heel verkeerd getimed dit. Ja, he. Je had hem meteen voor moeten geven, laag, R1 vierkantje. Oh nee, tuurlijk joh, het is goed. Nee, doek is goed. Dit is goed. Oh. Geef hem hoog! Oh ja, sorry. Oh, wat hoe kan hij dat klemmen? Louis Hamilton. Verkeerd getimed. Geen squad battles, hè, man. Ja, nou, squad battles anders. Hoe kunnen jullie squad battles spelen? Ja, ik heb dus gespeeld deze week. Ja. En ik heb nu dus genitale aids. Het is echt niet te geloven, joh. Als je dat speelt... Ja, ik wil iets onaardigs zeggen, maar jij speelt het dus, ja. Voordat straks alles naar de kloot is. Oh. Kijk, Ro, heb je niet dat je adem, man, dat je squad battles doet? Dat je dan gewoon lekker bezig met daarvoor staat. En dan krijgt hij een vrije trap op de middellijn. En dat is gewoon een 1-op-1 kans voor de computer. Want die gooien hem voor en die koppen ze dan gewoon erin. Nee. Goh, ja, jij speelt natuurlijk met al die icons. Ik speelde met... Ik heb helemaal geen icons. Oké. Okay. Sergio Ramos. Ook niet. Ja, oké. Skriniar. Nee, ook niet. Ja, wie dan? Oké. Nathan Ake. Rode Manolas. Ja, daar gaan we. Ik heb blauwe Manolas. Zo kan ik het ook natuurlijk. Oh, hoe vrij kan die staan? Zijn er ook mensen, laat me zeggen, daar kan je niet voorstellen, die een hele serieuze, coole naam proberen te geven aan een pro... You don't save this. Zo van, oké, doe gewoon een meme of zo. Man, dit is zo slecht. Knip het eruit. Knip dit eruit. Knip dit eruit. Paas nou gewoon. Knip dit eruit. Oh, wat gek van jou. Ik dacht nooit eens te zeggen, maar jongens, ik mis Robby echt heel erg. Nee, ik mis hem niet. Dat ook knip niet. Dit eruit. Knip dit eruit. Mag ik hem eens schieten? Doe keeper glitch. Doe die keeper glitch. Weg. Oh ja. Nee, je hebt een derde. Ja, maar je hebt nu een derde speler. Heb je er. Hoe kan ik dat doen weg? Oh, die kan er zo in. Vrij trappen, in die verre hoek. Jezus, wat slecht. Ik vond het eigenlijk wel aardig. Maar die moeten gewoon die paarse? Ja, jij bent paars. Jij loopt in de weg. Nee, ga rode kaart pakken of zo. Oké. Vervelend rot, joh.
Hoezo is dit nou weer niet goed? Kijk! Ik zeg dat het niet goed is. Ik zeg alleen dat er 5 opties waren die beter zijn. Dat hoorde ik je niet zeggen hoor. Okay. Voor mij heb ik helemaal niks van. Nee, maar ik zei ook niet dat het niet goed was. Dat zei ik niet. Hey, waar gaan we... Mensen, wij willen met de bankjes op vakantie. Laat even een comment achter waar de bankjes nou op vakantie moeten gaan, wat lach is. Veluwe, Appelhof, hoe heet dat? Ja, wel leuk. Kunnen we goed zuipen. Tuipen, kruipen. Oh! Ah. Ah, kut, sorry. Door. Nu! Oh ja. Oh ja. Dit wat ben je nou aan het doen? Oh jee. Kom op. Kom man, kom op, nog eentje. Oh nee. Nu gaan ze dit op de e-sports manier uit. Ja, nu gaan ze dit zeker niet. E-sport. De cor- oh nee, nee. Zijn hey, echt man, mannen. Nee, pak die bal af. Pak de bal. Ik weet niet waarom ik hier sta. Poeh, hij zou toch... Ja! Wat een lekker doelpunt, zeg. Even een kleine zus. Wat een lekker doelpunt. Ik dacht dat hij te spel was. Oh, no. Wat een lekker doelpunt dit. Oh, nog bijna mis ook. Ja, hij komt ook nog bijna uit ook, hè. Wist ik veel dat ik die bal ging krijgen? Ik schoot al, ik dacht al lang op schieten. We zeggen dat die man in het goal er bijna uit komt. Lekker man. Eenmaal G Tommy 2004. Lekker. Poeie. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Dit was één potje, hè? Nee, en een leave hadden we ook. Even nog één potje, kom op. Nee. Dan wordt het weer te veel. Ja, dan wordt het weer te veel. Mensen, bedankt voor het kijken. Wil je nog meer potjes zien doen? Een duimpje omhoog. Abonneer op al onze kanalen. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Okay, doei. Kut. Ja, je gaat nu niet geloven, maar ik heb mijn stem niet opgenomen. Ja, ik zou willen dat ik loog. Ik kan het niet sturen. Ik stuur het pas als je het eruit knipt. Poeie, zou Tommy zeggen.